Here we go! We hebben vandaag, en het is al 's ochtends vroeg, onze eerste Dialga kunnen verslaan. En dat is zeker een legendary die ik graag vaart wil hebben en goede IV van wil hebben. Want het is gewoon een geweldige Pokémon. Laten we kijken, shiny zal het niet worden, of dat we een goede IV hebben. 22-32, dat is misschien wel het slechtste wat er is. Want 23-07 is 100% IV. En 28-84 is met Weather Booster een 100% IV. Dus ja, niet echt een pijn heeft van me. Maar hopelijk kunnen we natuurlijk wel vangen. En 11 ballen verder met alleen maar bonussen. Dus is dit onze laatste bal en vangen we hem helaas ook niet. Maar ja, nogmaals, het was geen goede IV, dus dan kan ik er ook wel, mee overweg is ook weer niet waar, maar dan kan ik het in ieder geval goed verdroppen. Want ja, hopelijk wordt onze volgende een betere IV en kunnen we die wel vangen. Nu we toch aan de andere kant van Nieuwekerk zijn, kunnen we meteen maar daar goed gebruik van maken en een stukje gaan lopen. We hebben zojuist ook een quest voltooid, dat was van 10 Pokémon. En daaruit komt best wel een lood Pokémon, een Houndour. Kan ook nog shiny zijn, is hier dus niet zo te zien. Dat is een beetje balen, nou Candy hebben het daarvan genoeg. Had dus een leuke Pokémon geweest, want die had ik nog goed kunnen gebruiken voor PvP. Dark en Fire staan best wel een goed type. Had bijvoorbeeld handig geweest voor de Twilight Cups, net zoals Ghost en Fire. Oftewel Alolan Marowak. Maar goed, helaas is het geen shiny of een goede IV volgens mij, want... nee, is geen goede IV. Ik heb namelijk al een 519 gevangen. Ik ben wel meteen een nieuwe quest oppakken, kijken of dat nog wat leuks is. Ik ben namelijk nog een aantal op zoek. Een Growlithe, een Magnemite, eentje voor Lappers of voor de starters. Ook altijd nog handig. Maar goed, op dit moment nog niet, dus laten we gewoon even een rondje lopen en kijken of er nog wat leuks gebeurt. Zojuist hebben we 2 Dialga's achter elkaar kunnen doen. Eerst heb ik gevangen, heb ik niet, we hebben een gezicht op camera, maar wel de dinners, de Pokédex entry. Dus mochten we deze vangen en het is een goede IV, dan zou ik dat achteraan laten zien of zo, we weten het allemaal. 22,58, dat is 4 CP lager dan de vorige. En die wordt allemaal pineapples gegeven, maar daar hebben we er niet meer zoveel van. Dus dan ga ik er maar gewoon raspberries geven. Eerste worp, een nice. Ik dacht zelf dat het cirkeltje nog wel behoorlijk groot was voordat hij weer opnieuw zou beginnen. Dus dat is dan wel jammer. Maar goed, we zijn in ieder geval hoger dan de allereerste. Die was 22,32, maar ja, nog steeds niet echt geweldig. 6.5 hours later. Het is tot nu toe een aparte legendary om te vangen. Ik heb niet meer gebruikt dan een normale raspberry op Dialga. Maar ik gooi heel goed. Hij springt er vaak uit. Hij springt er snel uit. Hij valt ook heel vaak aan om dergelijke dingen te doen. En dit is trouwens wel een mooi moment om even de Pokédex entry te laten zien. Het is echt geen makkelijke legendary om te vangen. Ondanks die wel makkelijk is om te raken. Maar goed, dat zegt natuurlijk nog niks. Maar goed, deze heeft in ieder geval HP is really strong, dus die andere zal ook niet geweldig zijn qua IV, want die was 4 CP hoger. Maar ja, we hebben gelukkig wel 2 Dialga's in de Pokédex, wat op zich ook wel een plaatje op zich is. Maar dan wil ik nog even terugkomen op de research die we vanochtend hadden gedaan. Ik had namelijk toch nog een power-up Pokémon 5 times ontvangen en daar kreeg ik gelukkig een Charmander uit. Want dat is toevallig de enige starter van de 3 Kanto starters dan, die het op het moment kan gebruiken en ook wil hebben. Even kijken of we dat misschien met een normale Pokéball kunnen vangen. Want voor de Tempest Cup zou dat nog wel eens een handige Pokémon kunnen zijn. Hij heeft, even kijken. Oh, oké, nog redelijk IV. 420 is volgens mij maximale CP uit een Research Quest. Dus ja, wat dat betreft mag het niet lagen en is dit zeker misschien wel een potentiële kanshebber. Nou, zoals jullie misschien in deze video hebben gemerkt, Foto zit me de laatste tijd steeds meer op Field Research. En ja, daar gaan we nu eigenlijk mee verder. En dat is voor deze keer Battle in a Gym. En dat moeten we 5 keer doen. Dus nou, een mooie proefpersoon of proefkonijn hebben we hier zo. Namelijk een gym met aardig wat Pokémon's erin. Nou, dan wil ik daar gewoon zo snel mogelijk doorheen blazen. Dus laat ik gewoon even mijn 100% IV Mewtwo en een Palkia voor de leukheid. Of Mewtwo 100% IV Dratonite kiezen. Om dat zo snel mogelijk te doen. Daarover komt binnenkort nog een video over die Dratonite en Palkia. Nou, dat waren 5 gym battles en laten we daarmee onze rewards claimen, zodat we ook weer andere rewards kunnen oppakken. En als goed is krijgen we hieruit een Machop. Niet echt de Pokémon waar ik naar op zoek ben, ik heb er al zat, maar
En 5,31 is nooit verkeerd, want volgens mij is 5,38, als ik me niet vergis, een 100%. Of dit is voor mij, dit is sowieso wel een hoge dag. Of een 5,42 of 5,48. In ieder geval, dat zien we achteraf wel. Dit zou wel eens een goede kunnen zijn. Dus laten we hem toch even vangen. Wel benieuwd eigenlijk. Dus ja, even kijken hoe dat gaat met de IV. Defense is really strong, dus dat is dan toch niet echt een geweldige matchup. Excuses daarvoor, maar ach ja. We hebben zojuist weer wat research opgepakt waar ik wat mee kan. Waaronder een van mijn favorieten. Use 5 berries to help catch Pokémon. Dat wordt namelijk een Growlithe. En daarvoor ben ik nog op zoek naar een shiny. Maar goed, we hebben ook net zojuist 10 Pokémon gevangen. Waaruit je dus of een Houndour kan krijgen, maar blijkbaar ook een Magikarp. En die kan allebei gebruiken. Zowel voor de shiny, als voor de candy, als voor de IV. Nou, het is de Magikarp. Helaas geen Dinnes. Shiny. Ook geen goede IV, want de 117 is max CP. En zoals jullie misschien wel van Vibes D weten, kan 117 CP ook een 98% IV zijn. Dus ja, zelfs zonder de vermindering van een CP level of punt, kan die al in IV verlaagd worden. Maar goed, deze zal dus niet 91% IV hebben, maar het bewaren wel even. En moet ook 3 Great Souls maken. Nou, er zitten hier een aardig paar kandidaten waar dat moet wel op lukken. Dus ja, moeten 3... Oké. Great Souls maken, niet eens in een row. Helaas ook weer geen shiny Growlithe. 501, dat is ook geen goede IV, want 533 is een 100%. Weer een Great Soul, dus dat gaat gelukkig wel goed. Dus we moeten er nog eentje maken en dan hebben we weer een aantal field research gecomplete. En hij zit er ook gelukkig in, dus dat is mooi. Ik heb net wel trouwens een mooi rondje die ik dan misschien nog wel kan gaan lopen voor field research. Ik weet niet eens waarom ik zijn IV check, want dit was toch al dat het niet goed was. Maar nog één Great Soul en dan moet het helemaal lukken. Nou, gelukkig was de eerste Great Soul meteen al gemaakt op die Coffin. En kunnen we daarmee ook onze volgende Fury Search claimen. En dat is wel Stardust. Dus ja, gaat lekker zo. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar zoals je misschien wel ziet, regent het buiten. Dus helaas moeten we de vlog van vandaag even binnen voortzetten. Want gelukkig heb ik een research bewaard die... Nou, eindelijk toch al een keertje shiny moet gaan worden. Kom op jongens, het is namelijk een... Use 5 berries to help catch Pokémon, oftewel een Growlithe. En daarmee kunnen we niet alleen onze Breakthrough Research claimen. Helaas geen shiny. 504, ook niet echt de beste qua IV. Maar ja, het is een Growlithe, dus ik ben altijd wel blij mee. Want het is ook wel een handige voor de candy. Maar ja, ook kunnen we daarmee onze Breakthrough Research claimen dus. En dat is wel belangrijk deze maand, want ten eerste is er natuurlijk weer een verandering plaatsgevonden. Heeft er weer een verandering plaatsgevonden. En kan je deze maand in plaats van de 3 Legendary Birds, dus Articuno, Zapdos en Moltres, de 3 Legendary Regis krijgen. En daarvan is er eentje best wel handig, omdat namelijk de Tempest Cup eraan komt. En daar kan je IJs-Pokémon voor gebruiken. Windy Weather, dat is wel handig voor Dialga. Dat even terzijde, want... Een Regi-Ice zou dus best wel handig kunnen zijn voor die Cup. 3 Regi-Candy, dat is wel een mooie bonus. Met natuurlijk de Stardust zoals altijd. En daarmee kunnen we, perfect zeg, een Regi-Ice claimen. 1320, geen flauw idee wat de 100% IV daarvoor is. Maar 1320 ziet er niet hoog uit, als je het mij vraagt. Dus ja, dat zou wel een gave zijn als ze die kunnen vangen en die ook nog eens goede IV heeft. Bij de eerste meteen een Excellent. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat die zit. Het is toch eigenlijk gewoon denigerend als je gewoon een ultrabal gooit met een Excellent voorop en hij springt er gewoon bij de eerste, nou, nog niet eens rol uit. Maar goed, na we dit hoeveel ballen en candy hebben we er wel gevangen en heeft hij goede IV. Hij kan met de beste mee, HP, Attack en Really Strong. Oké, ik dacht even van, ik ga nog niet vertellen dat dit 100% is, hè, maar HP, Attack, Really Strong, dat zou een 91% IV kunnen zijn. Dus ik ben sowieso blij mee. Maar goed, Windy Weather dus voor het aankomende weer, dus mocht er nog een leuke raid opkomen... Dan zal ik jullie zeker daarvan informeren. Anders ga ik het bij deze laatste clip afsluiten. Wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En zien jullie graag bij de volgende video.